Wendy Jans, sportambassadrice van Brij, behaalde dit jaar haar 6e Europese titel. De Brijse snoekerspeelster kreeg daarom een welverdiende huldiging in het stadhuis. Wij weten uw inspanningen ten zeerste te waarderen. Je bent onze ambassadrice, dat weet je nog altijd. Dat hebben wij dus uitdrukkelijk gezegd. We zijn ook heel blij dat je nog altijd Brij bent en blijft, hopelijk. Het is heel plezant dat ik gehuldigd word in Brij. Het is plezant dat je erkenning krijgt van heel veel mensen, dus ik vind dat wel top. Het is zeker niet de eerste keer dat Wendy in de prijzen valt. Al op vroege leeftijd stond ze aan de top van de snoekerwereld. In het begin, als je zo op jonge leeftijd bent en ik ben basiskampioen geworden op mijn 14e, dadelijk. Dus dat is al vrij jong. Als je op die leeftijd zoiets behaalt, de mensen, de familie rondom je, die zijn fier op je. Ik ben ermee opgegroeid toen ik 10 jaar was. Mijn ouders hier de snoekerzaak geopend. Zo is alles begonnen. Als klein kindje de gekleurde ballen zien, dat is fascinerend. En ben het blijven doen. Ik moet zeggen, ik heb eigenlijk een enorme fijne jeugd gehad, een andere jeugd dan de meeste, de gemiddelde jeugd. Ik ben al op jonge leeftijd heel vaak naar het buitenland kunnen gaan door mijn sport. Dat is het mooie aan de sport eigenlijk. Aan stoppen denkt Wendy nog niet. Er is nog altijd wat plaats in haar trofeeënkast. Ik blijf het graag doen en zolang ik nog een beetje bij de top kan blijven behoren, zie ik dat nog wel ettelijke jaren zitten. Alle grote titels heb ik al gehaald. Belgisch kampioen, Europees kampioen en wereldkampioen. Ik hoop er nog eens een aantal te verlengen, dus wie weet.